Dansvereniging Pildancers uit IJsselstein hield op zondag 1 maart de periodekampioenschappen Garde en Showdans in Schouwburg-Venraai. Met name het duo van Silverstars, Anke Fleurkes en Lissy Xofleer, maakt een stormachtige ontwikkeling door. Bijna wekelijks vallen ze in de prijzen bij danstoernooien. Trainsters Loes en Sabina zijn ervan overtuigd dat duo Anke en Lindsay ook deze keer weer in de prijzen zullen vallen. Omdat ze al verschillende toernooien hebben gewonnen en ze trainen elke week super hard voor hun prestaties en ze doen het super goed. Wat maakt hun zo bijzonder als duo? Het zijn ook vriendinnen, dus dat, ik denk dat dat al vaak wat makkelijker maakt om samen te dansen. En ze trainen er allebei keihard voor. Ze weten wat ze aan elkaar hebben en ze willen er gewoon echt voor 200% samen voor gaan. En dat vind ik wel echt heel mooi om te zien. Het grote doel voor het duo is het EK in het Duitse Hanau in mei. Hier kunnen ze de strijd aangaan met danseressen, met name uit Duitsland en België, die in het showdansen technisch gezien van grote klasse zijn. Ja, waarschijnlijk gaan we nou wel naar Duitsland, ja. En wat maakt het nou zo leuk, de showdansen? Ja, de gezelligheid op de trainingen en vooral de prestaties die je dan levert en zo is echt heel leuk. En kan je ook over jezelf dan zeggen wat jullie dan zo uniek maakt? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Weet jij dat? Ja, ook een beetje het inleven, denk ik. Daar is onze kracht ook wel. Je moet goed kunnen inleven op podium, want dat scheelt al heel veel punten. Ja, want jullie dans ging over een ramp. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat is de orkaan Katrina in Californië. We hebben een beetje uitgebeeld, zeg maar, dat er eerst een storm is. En eigenlijk raakt Lindsay dan haar vriend, zeg maar, kwijt in de storm. En ik steun haar, zeg maar, in die tijd dat ze haar vriend kwijt is geraakt. Na het optreden van het duo met een resultaat van 274 punten, was het even in spanning afwachten hoe het volgende duo zou presteren. Was het spannend? Ja, het is altijd spannend. Vooral voor zo'n groot publiek nou, met je eigen familie erbij, is het altijd al wat spannender. En het is nou ook de periodekampioenschappen, dus dat is wel leuk. Met het behaalde resultaat van vandaag kunnen de meiden zich opmaken voor een mooie toekomst. Het zijn twee keileuke meiden en ze willen er ook gewoon echt voor gaan. En het is gezellig, maar ook wel even goed hard werken. Dus dat is, ja, dat is wel leuk. We hopen in ieder geval dit jaar nog het hoogste te kunnen bereiken op Nederlands niveau. En op Europees niveau is het wel heel zwaar, want het zijn echt professionele danseressen. Maar om daar ook nog wel een beetje hoger te komen, dat zou ook wel iets heel moois zijn.